Martijn Bato, half finale morgen tegen AZ. Kriebelt het al een beetje? Ja, zeker. Al enige tijd gelukkig. Het is ook niet zomaar een wedstrijd. Het is weer iets historisch wat we hebben behaald. Alleen het is wel heel mooi als je daar nog een vervolg aan kan geven. En daar gaan we morgen alles aan doen. Je hebt al alles meegemaakt hier bij Cambuur. Promoties, degradaties. Is dit een van je hoogtepunten nu bij Cambuur? Ja, zeer zeker. Wat ik zeg, het is eigenlijk hebben we al geschiedenis geschreven. Alleen iedereen is hongerig en iedereen wil nog meer. En dan is dit zeer zeker een van de hoogtepunten. Ik bedoel, halve finale is al een hoogtepunt. Alleen ook ik wil heel graag nog meer. Je wil nog graag een keertje naar de Kuip, want daar scoor je regelmatig, hè? Nou ja, inderdaad, als je van AZ wint, dan mag je naar de Kuip. Maar ik wil graag een bekerfinale spelen. Hetzelfde als dat ik nog een keer wil promoveren. Er zijn nog wel een paar doelen die ik heb. En ik hoop dat ik die kan bewerkstelligen. Je loopt uit je contract. Is dit een reden om nog een jaartje bij Cambuur te blijven? Nou ja, ik wil heel graag bij Cambuur blijven. En daar zullen we binnenkort ook wel weer gesprekken over hebben. Maar ik bedoel, ja, we hebben het nu over dit seizoen en de beker die loopt af in dit seizoen. Dus ik wil dat gewoon heel graag bewerkstelligen, wat ik net ook zeg. En hetzelfde geldt voor een promotie. Een collega net vroeg aan Erik Bakker van welke clubs wil je treffen in Europa League. Heb jij er al eens over nagedacht? Nee, dat is nou eigenlijk iets waar ik nog niet heb over nagedacht. Dat is ook nog wel heel erg ver. Ik wil eerst AZ van de mat afspelen en daar winnen. En dan gaan we vervolgens wel kijken wat er dan weer op ons pad komt. Kleine voorspelling voor morgenavond? 0-2.